ben een hele nacht wakker gebleven. Ja. En ik ben excited. Je bent nog wakker. En ik ben nog wakker. Ja. En dat is een goed teken. We hebben dus net de E3 persconferentie gezien van Bethesda. Gameuitgever die je kan kennen van een klein spelletje genaamd Elder Scrolls. Fallout. Ze hebben anderhalf uur. Ja. Bijna anderhalf uur hebben ze aan ons hun nieuwste titels laten zien. En het was hun eerste persconferentie. Ooit. Op de E3. En ze hebben hier... Er zijn natuurlijk wel wat dingen waar we zo meteen over gaan klagen, maar... Ja, ze zijn met vlag en wimpel geslagen. Ze zijn er met vlag en wimpel geslagen, want holy fuck. Take my bloody money. Jizz in my pants. 10 out of 10. Would buy again. Fucking hell. Wat komen er een paar gave games aan. Allereerst kwamen zij met Doom. Jizz in my pants. En er is ook meteen een release... Nou ja, niet een release datum, maar een release periode is er aangegeven. Lente 2016, dan krijgen wij de nieuwe Doom. Een echte reboot op de klassieke first person shooter serie. Doom is een van de beste games ooit gemaakt. Als ik ooit een top 10 moet maken van beste games ever, Doom staat daarin. Punt. Het heeft zoveel invloed gehad op first-person shooters. Level design is briljant. De wapen design is briljant. De creatures zijn briljant. Nu komen ze dus met een reboot. En de demo die ze lieten zien tijdens deze persconferentie was wel heel erg gefabriceerd. Je zag zeg maar al die net iets te vloeiende camerabewegingen. Terwijl je, weet je wel, met een muis doe je nooit zo heel langzaam naar dingen kijken. Het was echt dat je zoiets had van, oké, dit is vooropgenomen. Dit is niet, zo speel je niet in het echt een videogame. Nee, dit is echt alle features op een rij zetten en dat laten zien. Ik was vooraf erg sceptisch. Want het enige wat we van Doom hadden gezien was een 10 seconden animatie, als het niet minder is. Ja. Van een shotgun en een skelet met twee jetpacks op zijn rug. Of kanonnen op zijn rug. The Revenant. Dat was het enige wat ze hebben laten zien. Tot de E3. En hebben ze heel groots uitgepakt. En de reden waarom ik sceptisch was, is juist vanwege dat Doom in de historie van videogame vervult Doom een hele belangrijke rol. Ja, absoluut. En ik was benieuwd of zij nog steeds de historie in konden gaan met een reboot. Ja, nou dat is altijd wel lastig. En ik moet wel zeggen, ik heb her en der mijn twijfels. Maar wat ze hier lieten zien was een hele snelle, dynamische game. Die echt, er zaten wat elementen in van Bulletstorm. Je had executions die je kon doen als een enemy verzwakt was, kreeg je zo'n soort glowing rand om zich heen. Precies. Dan kon je zo benen eraf rukken, dat in zijn gezicht smijten. En ene keer rukte die zijn kaken open en dat soort dingen. En dat begon al meteen goed met dat helmpje van die Space Marine. Soort, alsof het een soort Halo-masker is wat opgedaan werd. Het is exact dat oude design, zeg maar. En dat is zo ontzettend gaaf. En de manier, het eerste, en dat zei ik ook tijdens toen we dit live aan het kijken waren. Het eerste wat die guy deed was een double jump. Wat ook al nieuw is voor Doom. Het is veel bewegelijker. Je kan op objecten klimmen. Het was niet echt duidelijk te zien, maar ik denk dat je ook zijwaarts kan dodgen. Dat je daar ook een soort double jump in hebt. Elk wapen heeft een alternative fire mode. Dus de shotgun kon bijvoorbeeld achter elkaar. Je had zo'n heavy assault rifle die kon raketten uitschieten. En de game zag er fucking fantastisch uit. Ja, het zag er ontzettend, echt ontzettend tof uit. Ik had een beetje een soort Dead Space gevoel hier en daar. Ja, en ik zeg niet dat dat iets negatiefs is, want dat is de enige associatie die ik met zo'n soort type genre videogame heb. Het enige wat ik wel heb, is dat ik bang ben dat ik te veel heb gezien. Dat ik, als ik die game ga spelen, dat ik niet meer verrast word door de bloederige animaties. Niet meer verrast word door het vele assortiment van aan wapens die in die game zaten. Ik ben bang dat ik te veel heb gezien. Ik niet. Want er waren al wel wat executions, zo noem ik ze even, die finishers, die al in herhaling vielen, zeg maar. Ja. Maar ze werden voor mij niet old. En de manier hoe ze de dingen implementeerden, de chainsaw was er ook uit Doom. En ik heb nog nooit zo'n gruwelijke chainsaw animatie gezien als die we hier hebben gezien. Nee, dit was echt bloederig. Mortal Kombat X was erg. Ging ook over de top. Dit is ook over de top. Laten we daar wel meteen. Ja, ik heb diverse momenten. Heb ik eventjes mijn ogen moeten dichtknijpen. Ja. Want ik dacht, oké, dit gaat wel heel ver. Maar gewoon, dat zit ook meteen in dat sound design ook gewoon. Die botten die kraken. En die heerlijke wapens. De shotgun. De super shotgun. Die echt. Ze voelen dat die impact is er.
Ja. En als het ook zo speelt zoals het eruit ziet, natuurlijk niet met die mooie vloeiende bewegingen, maar als het ook maar een beetje zo speelt. Dat hectische. Dat hectische, maar wel dat het overal die beesten zijn. Ja, maar wel dat je in controle bent. Ja. En dat is ook Doom, zeg maar. In Doom heb je ook dat je een deur opent en er staan ineens 40 monsters om je heen. En denk je ook, fuck. En dan moet je ook gaan circle strafen. En ja, Hell zag er fantastisch uit. De spacebasis zag er fantastisch uit. Ja, ik ben een Doom fanboy en dit is exact wat ik wou zien. Dit is exact wat ik wou. Ze hebben echt ook van de juiste... moderne games hebben ze de inspiratie gepakt. Ik moest vaak denken aan Bulletstorm. Ja. Zo'n game waarin je ook allemaal dingen kan trappen. En waarin je vooral de environment moest gebruiken om een soort van combo kills te maken. Nou zit dat hier niet echt in. Maar vooral die executions en de manier hoe het vloeide. Ik was echt... Ik ben aangenaam verrast. Alsnog. Ook al waren mijn verwachtingen al gigantisch. Kijk, weet je. Ik bekijk dit natuurlijk vanuit een heel ander perspectief. Ja. Ik bekijk dit. Ik zie voor het eerst zie ik... Een Doom game. Een nieuwe Doom game. Wat ik gewend ben, dat zijn dus die sprites. Wat ik met die sprites altijd had, was dat ik dacht van... Dat zijn fucking lelijke beesten. En ik vond die monsters... Ik vond ze niet lelijk genoeg. Ik vond ze niet luguber genoeg. Ik vond wel dat ze er een beetje hetzelfde uitzagen ofzo. En wat, dat is een beetje het probleem wat Doom 3 ook had. Alles was grijs in Doom 3. De muren waren grijs, je wapen was grijs, je armen was grijs, de zombies waren grijs, de demonen waren... Alles was grijs. Hier had ik een beetje diezelfde vibe. En dat, ik hoop dat ze daar nog wel wat meer kleur in weten te brengen ofzo. Want ik had wel zoiets van, oké, dat is een imp, zo'n gast met vuurballen. Ja. En dat was een guy met een chainsaw gun, maar... Dat zie je eerder aan wat ze... Je ziet eerder aan wat ze afvuren wat ze waren. In plaats van dat je aan het design ziet wat ze waren. Dus dat is wel... Dat is mijn enige dingetje waarvan ik denk... werd er in deze demo constant met zo'n wapenwieletje gebruik gemaakt. Dat de tijd dan trager gaat. Weet je, als je op een console speelt is dat prima. Maar ik wil Doom op de fucking PC gaan spelen. Dus ik hoop dat je gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan doen om gewoon je wapens te kiezen. Ik wil niet dat stomme wapenwieletje. Maar voor de rest... Denk ik echt, holy fuck. En ook het feit dat ze de audiologs, die hebben ze er weer in zitten. Maar ook nu een soort van hologramlogs. Dat je ziet wat er met iemand is gebeurd. En dat werd dus in deze demo ook gedemonstreerd. Dat je dan een arm van een lijk af moest rukken. Ja. Om zeg maar met zijn hand een poort te kunnen scannen of dat soort dingen. Ja, je merkte echt dat deze game gericht is op een grote publiek. Maar wel die knipoog heeft naar de fans. Absoluut. Ik bedoel, ik heb Jim zien smullen. Ik heb Jim zien genieten. Ik heb Jim horen klaarkomen. Op geluidjes, op speciale geweren die er aanwezig waren. Op monsters waarvan ik zoiets had van... What the fuck is dat? De Revenant zit erin. Hij heeft genoten. De zakjebas, die dikke guy met die twee... Ik weet niet of die zakjebas... Ik denk het. Met die grote launchers. Ja, ik vind het gewoon vet. En wat ik ook gewoon cool vind is dat de game al heel duidelijk is... Met bepaalde dingen. Dus als je zo'n enemy killde, zag je allemaal van die kleine pick-ups droppen. Dus dat was meteen duidelijk dat je bijvoorbeeld niet de hele tijd op E moet rammen. Bij Wolfenstein is dat zo. Als je dan overal ammo hebt liggen, moet je E. Nee, hier kwam het gewoon in één keer naar je toe. Zodat je meteen door kan gaan met doorknallen gewoon. Maar ik blijf bij mijn punt. Is dat ik bang ben dat ik te veel heb gezien. En dat daardoor mijn verwachtingen nu te hoog gaan zijn. Voor de uiteindelijke game. Dat ik... bedoel, ik heb 2 levels heb ik gezien. Ik heb wel 50 verschillende animaties van verschillende moorden gezien. Yep. Dus ik ben bang dat... Ik heb nu een bepaald verwachtingspatroon. De game die komt volgend jaar uit. Lente 2016. Dus ik hoop dat er nog meer is. Dat ik nog verrast kan worden. En niet dat ze nu in één keer... Huppakee, we hebben het doek eraf gehaald. En kijk, dit is het spel. Nou ja, ik bedoel, we hebben maar 2 levels gezien. En uiteindelijk is het level design wat Doom maakt of kraakt. En dat was bij Doom 3. Het was geen slechte game, maar het was gewoon echt van allerlei opzichten was het geen Doom. Weet je al, geen Doom 1 en 2. Wat ik wel tof vind, is dat ze ook weer teruggrijpen naar het verleden door middel van de multiplayer mode. Het is lekker standaard klinkt zo lullig, maar het is klassiek. Deathmatch, Domination, Capture the Flag komt er ongetwijfeld in. Waren er al in eerder? Ja. Doom 1 stond toen de tijd. Nu wil je dat gewoon niet meer spelen. Maar toen was dat de eerste game waarin Deathmatch werd gespeeld. Okay. Quake maakte het echt populair. Maar Doom was echt de eerste game. En
Dat ze dat weer terugbrengen in zo'n grote release, vind ik tof. Ik vind het tof dat er ook een mode is dat je nu zo'n demon kan worden of zijn. En dat je daar weer andere spelers kan afmaken. Heel vet. Dat asymmetrische zit daar weer een beetje in. En je kan eigen maps gaan maken. Dan kan je je modus aanpassen. Dus je kan een soort killing floor maken. Je kan een soort Left 4 Dead maken. Ja, dat is... Je kan je eigen levels designen door gewoon standaard kamertjes. Je kan daar objecten in plaatsen. Dat heet Doom Snap Map, heet dat ofzo. Ja, Snap Map is dat is inderdaad de naam. Ja, en dat is ook teruggaan naar de oude tijd. Dat er nog talloze mods werden gemaakt voor Doom. Doom 3 werden ook heel veel mods voor gemaakt. Maar nu maken ze het wat makkelijker voor mensen om hun eigen ideetjes erin te brengen. Ja. En gewoon gekke dingen te doen met de middelen die ze hebben. Nou, had ik wel het gevoel, bij die mods die dus werden aangekondigd, die multiplayer, die snap map. Ja. Dat het heel veel werd. Dat het heel veel was. En dat ik dan bang ben dat niet de aandacht heeft afgeleid van de singleplayer. Ja, ik hoop dat de singleplayer gewoon lekker, weet je wel, gewoon veel content heeft en dat de multiplayer een leuk dingetje voor erbij is. Doom 3 had ook multiplayer toen het uitkwam, maar dat bloedde al heel snel dood. Maar dat kwam nogmaals door de feeling van Doom 3. Het was gewoon niet echt Doom. En dit voelt echt aan als Doom. Dus ik ben fucking blij. Dit is exact wat ik wou. Wat ik wel heel tof vond ook, was de muziek. Ja. Ik weet niet of nou, je dat de is muziek. Oké, de muziek. Weet je, bedenk het voor mij zo. Ja. Doom 1 was dat midi. Was een beetje geïnspireerd op metal en rock. En nou ja, Doom 3 had wat meer science fiction. Maar elke keer als iemand zelf muziek in de game kon stoppen, hebben ze echt keiharde metal rock. Ja. En hier was het van dat Battlefield 4. Nee, helemaal niet. Nee. Je hoorde bij het begin, bij die eerste, het was zo'n laidback gitaartje. Ja, maar toen de actie kwam. Toen de actie kwam, was echt van dat... Daar heb ik zoiets van... Nee, geef mij maar gewoon lekker zo'n gitaar. En in die hel dan, in die hel die... Hoi. Ja, maar dat was voordat de actie kwam. Maar toen de actie kwam, werd het van... Het zijn juist die tonen die ik net omschrijf, die bij mij indruk hebben. Ja, maar tijdens de actie moet het ook goed zijn. En daar... soundtrack ben ik niet zo... Maar goed, dit was mijn demo natuurlijk. Oké, next. Battlecry. 2015 open beta. Het heeft niks nieuws getoond. Nee, Battlecry is een third-person multiplayer free-to-play actiegame. En in plaats van dat je bijvoorbeeld in Team Fortress of in Nazgoth of zo tegen elkaar gaat knallen, ga je hier met zwaarden en met hakbijlen en met grappling hooks. Er zijn wel een paar classes die wapens hebben, zoals de Ranger, dat zo'n pijl en boog. Heel eerlijk, het ziet er niet indrukwekkend uit. De wereld ziet er niet interessant uit. Ik ga het wel proberen, maar het is niet iets waarvan het ik denk... Het is niet dat je zegt van, waarom zou ik dit moeten spelen? Dat is er niet. Het beantwoordt niet mijn vraag, het heeft niks nieuws laten zien. Nee. Ik geloof ook dat we hier niet meer woorden aan moeten vuil maken. Nee, Elder Scrolls Online liet ze heel kort zien, want vorige week is de Tamriel Unlimited editie. Je kan nu gewoon de game kopen en daarna kan je hem spelen. Je hoeft geen abonnementskosten meer te betalen. Wat ze eigenlijk gewoon lieten weten is, joh, er komt meer content aan. Prima voor nieuwe de fans plekken, van de nieuwe game. Karakters. Ja, daarnaast kondigden ze een Hearthstone-clone, denk ik. Een Elder Scrolls kaartspel. Elder Scrolls Legends. En het enige wat ze lieten zien was een soort trailertje met... We hebben magie. Ja, en dat is... kaarten, maar we laten hier geen We wisten niks. Nee, precies. Het komt naar iPad, het komt naar PC. Wannabe Hearthstone. Door. Als je iets gaat aankondigen, laat dan ook iets zien. Doe niet een trailertje in mijn gezicht douwen van... Oh, nu moet je hyped worden. Want het is een card game. En ik zit alleen maar naar epische personages te kijken. Nee, ik wil dan dat fucking kaartspelletje zien. Nee. Laat me dan dit Hearthstone gedoe zien. Laat me gewoon zien hoe die kaartjes over dat beeldscherm geswiped worden. Nou ja, laat me vooral zien wat er anders is dan Hearthstone. Want dat, weet je, het is zo obvious. Laat me gewoon een kaartje zien. Ik heb niet eens een kaartje gezien. Nee. Ik heb geen kaartje gezien. Nee. Dus kondig dat niet aan. Beetje waste, zeg maar. Laat een kaartje zien. Interessant wel. Dishonored 2. Ja, dat zagen we allemaal aankomen natuurlijk, dat Dishonored 2 werd aangekondigd. Dishonored kwam een paar jaar geleden uit en valt meteen op, weet je wel. Het is een van die weinige games die meteen zijn image had klaargezet. Ja. Meteen de wereld goed neergezet, bla bla bla. Ik vond, voor mij was het zelf altijd deel 1 dan een game. Ik had het 1 of 2 uur gespeeld. Toen ging ik er eentje eventjes van af en toen lukte het me echt niet om mezelf te motiveren om te spelen. Ik heb dus hetzelfde probleem gehad met Dishonored. Ik bleef het niet lang genoeg spelen.
En ik had ook niet het gevoel, het was te eentonig allemaal. Het was te veel van hetzelfde. De locaties waren te veel van hetzelfde. Een riooltje door de straten van... Ik dacht dat het Londen was, maar dat heb ik verkeerd. Nee, het is een fictief meuk. Oké. Okay. Het is al geïnspireerd op, maar het is fictief. Denk ik. Maar dit is anders. Dus het deel eerste twee. Deel trok me niet, maar deel 2... het zag er wel tof uit. En wat ik heel interessant vond, was dat, dat de game opende met een vrouwelijk character. Ja. Nou, wat ik interessant vond was... En ik moet je nagaan, en zoveel weet ik niet eens meer van deel 1. Maar je had van die soort zo'n grijp, haak en je komt als een soort spirit. Ja. Deed mij heel erg denken aan The Darkness, first person shooter. Dus dat ziet er wel interessant uit. Het was wel allemaal een filmpje. Ze wouden het laten zien. Het is gewoon een trailer, precies. Alsof het in-game was, maar ik heb daar zelf een twijfel bij. Geen van de beelden die we hebben gezien was in-game. Maar de universe ziet er interessant uit. Het ziet er allemaal mooier uit. Ja, een beetje die Guillermo del Toro-achtige personages, dat steampunk-achtige, vond ik wel vet. Het is wel vet. En dit wordt ook wel weer een game die ongetwijfeld gaat scoren. Want Dishonored is ook echt populairder geworden na zijn release. Weet je wel, ook als er dan weer zo'n Steam sale is, dat Dishonored weer in de aanbieding is voor €5. Dan zijn er weer toch alweer tienduizenden mensen die game hebben opgepakt. En dan toch uiteindelijk gaan spelen. Als klap op de vuurpijl kondigde Arkane, de ontwikkelaar van Dishonored 2, ook nog Dishonored. De Definitive Edition aan voor PlayStation 4 en Xbox One. Omdat we nog niet genoeg Definitive Editions hebben. Want hey, de rest... ik snap het ook niet. Ik snap het echt niet. Fucking koop gewoon die game voor de PC. Op PS3. Ik snap het wel ergens. Ik snap het niet waarom je het zou kopen. Ik snap wel waarom je het zou doen. Want als mensen het kopen, het enige wat we hoeven te doen is opnieuw op die renderknop te drukken. Dan zal het in het echt misschien een stukje moeilijker gaan dan dat maar ik gewoon, nu schrijf. We hebben de game liggen. We brengen er wat. We updaten de textures. Nou, dat zal reuze meevallen. En we brengen het opnieuw in de winkels uit. Want als er een gek is die het koopt, hebben wij onze €60 weer binnen. En nu draait het op 60 frames per seconde. Jee. Ja, het was een beetje als. Het zat er wel een beetje aan te komen. Maar ik heb zoiets van. Gewoon, ze volgen gewoon goed voorbeeld. Door. Ja, nou ja, whatever. We gaan nog meer aantreffen, Definitive Editions. Oh ja, absoluut. Ja. Nathan Drake Collection, Darksiders 2, God of War 3, Gears of War krijgt een fucking Definitive Edition. Oh man. Anyway, we gaan naar de big one, denk ik. We gaan naar de big one. Of gaan we eerst naar de small one van de big one? Ja, we gaan eerst naar de small one van de big one. Nu verkrijgbaar! Op je App Store was het volgens mij. Dat was iPhone. App Store, ja. Fallout Shelter. Het is een soort management game waarin je dan een vault moet managen. Ja, moet met mensjes. En er komen gasten die komen je vault invaden. Allemaal in de Pip-Boy-stijl van Fallout. Zag er leuk uit. Ja, leuke animaties. Leuke vorm, zeg maar. Die combinatie tussen 3D en 2D characters. Ja. Ja. Heel interessant gedaan. En heel leuk voor als je een tablet hebt of een goede telefoon. Precies, en ik denk... Wat ik echt heel leuk vond van dat game is, je gaat trippen. Want je hebt op den duur heb je gewoon... Ik dacht eerst, in het begin lieten ze 2 shelters zien. 3. Maar op den duur waren er echt een stuk van 50 van die kamertjes die je allemaal moet gaan managen. In de ene kamer moet je een baby doen. In de andere kamer moet energie gebouwd worden. Ja. In de andere kamer zag ik iets van planten op de bodem. Mensen moeten gelukkig zijn, mensen moeten tevreden krijgen. Precies, en dan moet je ook nog die ingang beschermen tegen die motherfuckers die binnenlopen. En ongetwijfeld zal er, dan liet ze ook zien dat er bijvoorbeeld brand kan ontstaan. Er zal ongetwijfeld ook zo'n vault dweller zijn die zegt, ik wil naar buiten, weet je wel. Ja, absoluut. Dat iemand die zoiets zegt van, ik wil eruit, wat ga je doen met hem? Dus het ziet er heel leuk uit. Het is free to play, dus wij zaten eerst van oei, maar die gast die zat een beetje andere mobile games af te kraken. Dus je, als het goed is, hoef je niet te wachten totdat je iets kan doen. Er zitten geen paywalls voor dat je de tijd weg kan halen. Je kan er moet geld verdienen, dus je kan van die toyboxes kopen waar dan random items in zitten. Ja, dus als een brandje blussen sneller gaan waarschijnlijk. Nou nee, dat niet eens. Dat niet eens? Nee, gewoon random items zitten daarin. Dus dan heb je, je hebt een gun, nu kan je... ontdekken en zo. Maar goed, de big one. De Fallout game die in de stad zou komen. Fallout 4. We hebben een trailer natuurlijk gezien voor de persconferentie. Nu hebben we best wel veel gameplay gezien. Ze hebben ons eigenlijk een beetje door de introductie van de game heen genomen. Ja. Ze hebben ons laten zien wat echt de nieuwe features zijn. Waar ik dan blij om was, want daar had ik soort van om gevraagd. En ik ben enthousiast. Ja, het is tof. Maar... misschien ben ik nog te gehecht aan Fallout 3, dat kan ook. Maar er zijn punten waarvan ik denk... is dit nog wel gaaf? Is dit nog wel gaaf? En is dat nog wel tof? Nee, ik heb dat absoluut niet gehad. Oké. Nee, ik heb vertrouwen nu in de game. Ik had hiervoor geen vertrouwen.
Ik heb nu vertrouwen in de game. Story-wise zullen we het moeten afwachten. Ja. Dat weten we niet. Fallout 3 had gewoon een heel fijn verhaal. Fallout New Vegas, dat vond ik iets minder. Maar we zullen het moeten afwachten. Ze hebben in ieder geval 4 jaar hebben ze er de tijd voor gehad om dit hard te bikkelen. En ze vertelden ons dat ze na Fallout 3 meteen eigenlijk van start zijn gegaan met de pre-productie van deze videogame. Dus ze hebben meer dan genoeg tijd gehad om iets tofs van te maken. Wat ze lieten zien waren inderdaad een aantal nieuwe features. Je hebt nu een soort Sims mode in het begin van de game. Je hebt personages waar je voorheen moest scrollen aan verschillende wieltjes, kon je nu, net als in de Sims 4, wangen beetpakken, indrukken, beetpakken, haren gewoon gebouwen. Dus sliders zonder sliders. Ja, precies. Ja. Ja. Je kon, wat ik interessant vond, is dat je dus 2 characters kon aanpassen. Een man en een vrouw. Je speelt als 1 van de 2. Ja. Dat wordt wel duidelijk. Dus je kan natuurlijk ook gewoon als de vrouw spelen. En je krijgt een baby. Ik denk dat daar wel heel veel storyline in gaat zitten. Ik denk namelijk... ze laten zeg maar... Ze doen suggereren dat ze dood zijn. In de demo. Ja. Ik denk niet dat ze dat zijn. Ik denk dat ze nog ergens leven of zo. En dat kind opgegroeid is. Bla 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 bla. Dat soort dingen. Dus dat vind ik wel tof. Waar ik dan wel mee zit is dat je... Kan je character dus ook een naam geven. De andere personages die noemen jou bij je naam. Ja. Er schijnen 1000 namen in die game te zitten. Dus dat wordt een gigantische taak voor de vertalingsmensen. Die ook de Franse en de Spaanse tekst en weet ik wat allemaal moet gaan in zitten spreken. Hoeveel namen gaan erin zitten? Ik hoop, Vincent zal er denk ik wel in zitten. 1000 populairste namen. Dat denk ik wel. Jim hoop ik dat erin zit. Maar ja, een Johan of een Jeroen, weet je wel. Het character wat je speelt is gevoice-acted. Het is nu veel meer als je gesprekjes aangaat met andere personages. Ja, dat je terugspreekt. Dat je terugspreekt en dat je van die dialogue-opties krijgt. Die kreeg je natuurlijk ook in Fallout en New Vegas. Maar daar moest je... Het was dan eigenlijk alsof je zelf tegen die personages sprak. Ja. En nu doet de game dat voor je. En ik heb wel zoiets van... Ik hoop dat er verschillende voice-actors zijn waar je uit kan kiezen. Ja, precies. Ik hoop dat de delivery... wordt zoals jij het voorstelt. En daar zit ik altijd een beetje mee. Dat je echt het gevoel hebt dat het personage wat je speelt, dat jij dat bent. Ja. En dat je niet een ander personage speelt. Want dat is gewoon een grote kracht van Fallout geworden. Om meteen daarop door te gaan. Want ik zag ook iets nieuws. Kijk, het interactiemenu is ook helemaal aangepast. Ja. Hiervoorheen had je een lelijk layoutje. Laat ik het eventjes zo zeggen. Met 4 opties netjes onder elkaar. Maar dat waren wel hele zinnen. Het waren hele zinnen waarin meteen duidelijk exact. Stond ja. van... Dit is wat je gaat vertellen en dit is daar het gevolg van. Speech 60%, intelligentie die erbij komt. Wat me nu opviel, was dat ik diverse keren eigenlijk maar gewoon een zin heb zien staan die uit 3 woorden bestond. Het is heel erg Dragon Age Mass Effect. Ja. Heel erg, ook gewoon de layout ervan, zeg maar. En... Het klinkt misschien natuurlijk ook ontzettend egoïstisch en je kan het verleden niet loslaten, maar Fallout 3 was zo goed en die deed dat, daar werkte het gewoon. En van Fallout 4 verwacht je dan ook eigenlijk hetzelfde. Ja. Wat ik wel vet vind, is dat heel veel andere dingen veel dynamischer zijn. Zeg maar, dus de manier hoe de character, uiteraard ziet alles er mooier uit. Ja, je kan nu je hond, zeggen ze, commando's een plek aanwijzen van, Vicky, pak eventjes die ranch voor me, kom hem even terugbrengen. Ja. De Pip-Boy, je minuutjes zeg maar van je waar je inventory kan managen. Daar zitten nu animaties allemaal zitten erin. Allemaal animaties zitten erin. Dus dat ziet er allemaal vet uit. Ik vond de layout ook een stuk smoother. De bewoog gewoon veel meer. Ja. De graphics op zich, laten we het daar over hebben. Er zit veel meer detail in de personages. Je kan veel verder vooruit kijken in tegenstelling tot Fallout 3. Hadden we natuurlijk allemaal wel verwacht. Toch moeten we natuurlijk ook kritisch zijn. En zijn er gewoon sommige elementen waarvan ik denk, ai... Ja, dat is jammer. Je zag aan het begin bijvoorbeeld... Je hebt die personages... Die flashback sequence. Ja. Of eigenlijk dat je nog in de... Voordat de bommen vielen tijdperk zat. Pre-post-apocalyptisch. Klopt die zin? Pre-apocalyptisch, whatever. Stond er ook zo'n guy aan de deur en die had zo'n das om. En als hij dan dit deed, dan rekte die das ook uit. Weet je wel, dat soort dingen... Ja, maar en dat is iets wat Fallout altijd al heeft gehad. En ik had gehoopt dat het anders was... De manier, de emoties van de personages. Ja, ja. Het is... De bovenkant is alsof het gewoon 1 dikke laag botox is.
Er is niks. Het is alleen dit. Alleen de onderkant die aan het praten is. En die dan ook nog een beetje, dat je zoiets hebt, oké, als die dan die stem aan het praten is. Het loopt nog niet helemaal lekker, die bewegingen van die lippen op die... Maar de bovenkant, dat beweegt helemaal niet. Die emoties, in die ogen, je voelt niets in die ogen. En er zijn videogames die dat veel beter doen. Dat je gewoon, als je in die ogen kijkt van zo'n personage, dat je zoiets hebt van, oké, dit karakter leeft. En de karakters in Fallout, die leven niet. Dat zijn statische marionetten, een soort van buikspreekpoppen. Waar je bij een beetje probeert te synchroniseren. Ja, precies. Ja. En een andere grote feature. Eentje waar ik ook zoiets heb van... Ik weet het niet. Het Minecraft gedeelte? Minecraft. Fallout goes Minecraft. Je krijgt dus verschillende grote plekken in de wereld. En daar kan je jouw dorpje bouwen. Dus je verzamelt allerlei grafzooi in de wereld. Je had heel veel nutteloze objecten in Fallout 3 en New Vegas. Ik vond het eigenlijk wel zo'n charme. Ja, weet precies. Je hebt een ranch opgepakt. Ja. Wat kan je ermee? Ja, je kan helemaal geen pak mee, maar je hebt hem van bijen. Ja. Nu wordt bijna elk object in de wereld wordt nu dus opgedeeld in een crafting material. Ja. Wat ik ook best wel jammer vind. Weet je, het is niet zo alsof een speelgoedautootje en een onderdeel uit een Nuka-Cola machine dezelfde functie kunnen hebben. Nee, weet je wel? Nee. Het wordt nu allemaal opgedeeld in crafting materials, zoals in Minecraft. Of je nou een eikenboom neerhakt of een kerstboom, je krijgt hout, weet je wel, en daar kan je een tafel van maken. Zo is het natuurlijk niet in real life. En natuurlijk, het is een videogame, snap ik zelf ook wel. Maar alles wordt nu dus onderverdeeld in een crafting material en daar kan je wapens mee bouwen. Cool, je kan wapens verbeteren. Cool. Je kan waarschijnlijk andere syringes kan je maken, zodat je zelf kan healen en dat soort dingen. Maar je hebt dus grote plekken in de wereld en dan kan je je eigen huisjes neerzetten. En trappetjes en meubeltjes kan je craften. Ik vind het leuk, Jim. Ik vind het wel leuk. Ik vind het maar leuk. Maar wat vet was aan Fallout 3 en New Vegas, is de universe die er was. Het was gewoon een gevestigde wereld. Ja. En dat wat er was, dat was daar met een reden. Ja, bijvoorbeeld het stadje in Fallout 3, waarbij mensen een hele gemeenschap hebben gebouwd rondom een fucking nucleaire bom die niet is afgegaan. Precies. En waar ik dus bang voor ben, is dat straks Fallout 4, je gaat naar één stad en daar zijn NPC's en bla 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 bla. En dan heb je daar een lege ruimte en daar een lege ruimte en daar een lege ruimte. En als je er geen zin in hebt om het te doen, want het is optional, is daar dan nog wel een wereld om te ontdekken? Nee, er is gewoon een wereld. Je zag ook in die gameplay die ze lieten zien, er staan gewoon een groep huizen. En die huizen die kan je helemaal verbouwen zoals je het zelf wil. Wil je er niks mee doen, dan is het niet alsof daar in één keer een leeg gat staat. Alsof je op een camping terechtkomt met een aantal lege campingplekken. Nee, die plekken die zijn gewoon allemaal gevuld. Staan allemaal huisjes. En die huisjes kan je uit elkaar houden en dan kan je iets van bouwen. Wat ik wel vet vind aan die mogelijkheid is... En dat is goed, wat Fallout gewoon hier goed doet, is het betrek je in die wereld. Ja. Het betrek je in die wereld, dit is jouw plek. Hier kan jij de hele dag met je hond zitten praten als jij dat wilt. Vind je dat leuk? Bedenk eventjes zo'n game. Het enige wat je nog nodig hebt is een Oculus Rift. First person. En het enige wat je hoeft te doen is van nou, hey, ik zit hier met Vicky. Ik zit hier bij mijn huisje. Ik zit aan een vissersdorpje. En het enige wat je hoeft te doen is genieten. Wat ik wel tof vind is dat je inderdaad power generators kan je neerzetten. Turrets neerzetten. Dus je moet op een gegeven moment defenses gaan opbouwen. Want vijandelijke mensen kunnen jouw dorpje invaden. Maar dan hoop ik wel echt, en het klinkt misschien super cynisch en kritisch, maar ik hoop echt dat ze dat op een Fallout manier weten te brengen. Ik denk het wel. Je dus gewoon een of andere chick kan bangen. Ja, dat denk ik wel. En dan komt er een kindje en dan komen de mensen. Nou ja. En ik hoop gewoon dat je naar een of andere fucking grot kan gaan en dat je dan tegen zo'n guy zegt, yo, je bent een lul. En dan zegt hij, wat? Dude, ik heb 100 vrienden. Ik kom je dorp uitmoorden. Ik hoop echt dat dat kan. Jim. Alleen het nadeel vind ik nu dus, is stel ze moorden je hele dorp uit. Prima, of ze... Maak je iets kapot? Kan dat überhaupt? Nee, weet ik niet. Maar dan kan je het gewoon weer... Hier, klik, klik, klik en er staat weer een huisje. Dus er zit geen emotionele waarde daarachter. Want je kan gewoon... Hier, scrap, scrap, hier een huisje. Nee, maar de emotionele waarde die erachter zit... is dat je zelf iets hebt kunnen creëren. Je kan daar gewoon zelf zitten. Je hebt daar je bedje. Waar ik wel bang voor ben. En dat hoop ik dus niet dat het gebeurt. Dat je als een soort springhaan een heel dorp kan leeghalen en dat daar dus in één keer allemaal halve huisjes staan en dat je al die materials bij je hebt, want je kan op een of andere manier een heel dak kan je met je meedragen in je inventory. Geen idee hoe ze dat gaan oplossen.
Want je had in de normale Fallout had je een bepaald gewicht wat je kon meedragen. Ja, maar goed, daar kon je ook een rocket launcher, een shotgun, een sniper rifle en 50 rotsblokken met je meedragen. Maar niet dat je dus zeg maar in één keer, je komt op een heel lauw terrein, heel tof vissersdorpje. Want ik heb een paar vissersdorpjes gezien in de gameplay footage. En dat je dan in één keer dat allemaal kan leeghalen. Dat dan op den duur misschien jouw motief wordt om dat spel te gaan spelen om vervolgens die dorpjes leeg te jatten. Nou, ik hoop dus niet dat het wordt. Ja, ja ik weet sowieso nu al dat wanneer Fallout 4 uitkomt, komt uit voor PC, PS4 en Xbox One. Voor de PC komt er gewoon vrijwel direct een mod die gewoon alle story shit weghaalt. Gewoon die wereld. Hier, ga maar Minecraft spelen. En in die zin denk ik wel dat mensen daar ook toffe dingen uit... Ik hoop dat mensen daar toffe dingen uit kunnen maken. Ja, ik heb een paar creaties gezien die de game heeft laten zien en daar ben ik wel enthousiast van. Ja. Uiteindelijk de gameplay zelf. Qua actie of RPG-elementen hebben ze niet echt heel veel nieuws laten zien. Het maakt gewoon gebruik van hetzelfde RPG-systeem als Fallout 3. Het schieten zag er wel iets vlotter uit. Ja, maar ik ben wel sceptisch over de camerabewegingen alweer in het VAT-systeem. Ja, dat is gewoon een soort critical hit feature. Ja, maar ik stoor me altijd aan die rare camerabewegingen in VATS. Als er iets buggy is in Fallout, dan is het dat VATS-systeem. Dat is, die camera die blijft soms hangen in je personages. Ja, maar alleen qua rare hoeken. Niet hoe het de gameplay beïnvloedt, vind ik. Ik vind niet dat de gameplay bugged is. Ik heb diverse keren gehad in Fallout dat echt mijn game. Dat ik hem moest restarten, zowel op de PlayStation 3 als op de PC. Vanwege het VAT-systeem. Het VAT-systeem, rare camera-angles over die schorpioenbeesten die er dan in één keer zijn. En ik zag nu weer in het VAT-systeem van die rare inzoomende camera-effecten. Ja, ik hoop... Ik vind dat storend. Ik hoop niet dat... Maar dat je kan die animaties uitzetten, hè? Dat wist ik niet. In 3 kon je dat uitzetten al. Dus er is een redding. Nou ja, maar qua gameplay zit er niet heel veel nieuws in. Is dat erg? Nee. Ik vind van niet... uiteindelijk, tuurlijk heb ik zin in Fallout 4. Zeker in de Collector's Edition. Krijg je zo'n Pip-Boy erbij. En dan kan je je smartphone in doen. En daar zit dan een app op. En dan kan je je inventory managen terwijl je aan het spelen bent. Dat is best wel vet. Ja, ik ben hyped. Ja, ik heb er zin in. Het had voor mij niet de wow factor die Doom had. Maar dat was ook... Ik bedoel, voor mij is Doom heel erg nostalgisch. Fallout 3 ook, maar... Bij Doom had ik echt zoiets van... Wow, wat? Dit? Wat? What the fuck? En bij Fallout had ik wel zoiets van... Oké, cool. Leuk. Vet. Ziet er leuk uit. Minecraft. Gaat dit wel goed werken? Ik denk dat dit ook zeg maar... En ik denk dat het ook het mooie is van de Bethesda livestream... Is dat het gewoon een kamp creëert. Hè? Kamp Doom. Kamp Fallout. Er is één van die titels die je hebt gezien... Die je gaat spelen. Ja. Behalve Elder Scrolls Legends. Want die heb je niet gezien. 10 november komt die uit, Fallout 4. Had ik eigenlijk al verwacht, want ze zijn al zo lang mee bezig geweest. Dus het wordt de titel van Bethesda voor dit jaar. Het wordt, denk ik, voor heel veel mensen al 10 out of 10 Game of the Year materiaal. Want het ziet er wel vet uit. Ik denk ook wel, ik ben heel sceptisch natuurlijk, ik ben al kritisch. Maar Fallout is wel een game, Fallout 3 althans, die moet je spelen om het... De genialiteit ervan te begrijpen. En ik hoop dat dat ook gewoon bij Fallout 4 is. Ja, die game die gaat ongetwijfeld over heel YouTube scoren. Er zullen honderden let's plays komen op allerlei verschillende kanalen. Honderden iedereen gaat livestreams. Kapot spelen. Honderden livestreams, inclusief van mij. Ja, ik denk ook van mij. Maar dan moeten we 2 save games doen, whatever. Ja, maar we delen de Pip-Boy. Ja, precies. We delen de Collector's Edition. Nou ja, al met al moet ik zeggen dat Bethesda... Behalve dan een beetje met die Elder Scrolls. Nee. Een hele goede eerste persconferentie. Het was niet de persconferentie dat we zaten... Oh, fuck de E3. Weet je? Nee, we begonnen echt lekker met een paar sterke titels... waar ze de tijd voor namen om het te laten zien. Ja. En dat waardeer ik heel erg. Dus Bethesda, 2 duimpjes omhoog. Kan niet wachten om Doom te spelen. Kan niet wachten om Fallout te spelen. Wil je meer van gezondheid? Wil je meer analyses van ons zien? Houd ons kanaal in de gaten. YouTube.com/GamingGeeksNL. Abonneer dus ook en check voor meer updates onze Twitter @GamingGeeksNL en natuurlijk onze website www.GamingGeeks.nl.